Als je een sedum ziet, dan zie je meestal één grote roset met allemaal van die kleintjes erbij aan. Nou, hier zitten wel een stuk of wat van die kleine bij aan. En dat zijn allemaal stekjes. Maar je kunt ze ook op een andere manier stekken. En dat is eigenlijk door het blad. Dit kun je dan ophangen. En dat is dan tegen die muggen, neefjes, van die dingen die je helemaal lek steken als je lekker s'avonds in de tuin zit. Helemaal en superleuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Ronald en ik neem je zoals elke week mee op de moestuin. Waar ik je alle tips en tricks leer om ook jouw moestuin tot een succes te maken. En deze week is het een beetje, ja, niet zo heel lekker weer. En het is een beetje regenachtig en het ziet eruit dat het volgende week ook nog zo is. Maar ik wou wel eventjes lekker bezig in de kast dan. Het enige wat ik nog ga doen vandaag is eventjes de aardappelen sproeien buiten. En ja, dat moet je wel een beetje omdenken, want anders komt de Vitofstra erin. En voor de rest wou ik gewoon lekker binnen bezig. Ik had thuis al een beetje wat voorbereid. Ik heb deze fles met allemaal gaatjes erin. Maar hoe dat precies zit, dat ga ik zo meteen eventjes laten zien. En ik heb een heleboel van deze klemmetjes ook gemaakt van stroombraad. En waar we dat voor gaan gebruiken, ja, dat zul je zo meteen ook wel gaan zien. Het wordt in ieder geval wel een leuke middag voor mij. Tenminste, ik weet niet of je het leuk vindt om er ook naar te kijken. Ik hoop het wel. Eerst gaan we wel eventjes, net zoals elke week, een rondje doen rond de moestuin. Want er zijn een paar dingen waar je echt eventjes goed op moet letten deze periode. De boontjes die gaan heel goed. En ik zie ook al dat de bloemetjes er steeds meer in komen. Dus dan is het al bijna tijd om de eerste boontjes te gaan verwachten. Zelfs als je kijkt hier bij de spekbonen die aan de stok zitten, komen de eerste bloemetjes al voorbij. En dan duurt het niet heel erg lang meer voordat de eerste bonen eraan komen. Nou, we zijn hier nu bij de aardappelen. En als je over het veldje kijkt, sommige mensen die zullen het misschien wel al zien. Maar ja, je kunt dus even kijken, daar een geel plekje zien. Dan gaan we even heen. En dan zie je dat er hier gewoon planten zijn die het niet heel geweldig doen. En dan kun je ook, als je goed kijkt, zien waar het aan ligt. Want hier zit het vol met Colorado kever. Ja, dat moet toch echt gaan plukken. Ze zitten ook gewoon lekker van het blad te smikkelen. Maar ja, dan moet ik echt gaan plukken. Want anders dan komt het niet goed. En dan worden natuurlijk de aardappelen, ja, geen blad is geen aardappel. Dus daar moet je wel eventjes om denken. Je kunt het enige wat je kan doen is eigenlijk rapen en weg ermee. Ik laat ze ook niet leven. Ik knijp ze gewoon. Want anders dan kom je erin om. Zoals je ziet, ze zitten nu alweer meer dan vorige week. Dus ik moet echt eventjes goed erdoor. Met de droogbloemen gaat het gelukkig heel erg goed. Dat zal ook niet zo heel erg lang meer duren voordat die in één keer heel erg omhoog schieten. En de pompoenen en de kanabassen die buiten staan, ja, die krijgen ook al hun bloemen. Dat is echt best wel vroeg al. Zo groot zijn ze eigenlijk nog helemaal niet. Normaal zijn ze altijd wel groter. Ja, geen jaar is hetzelfde. Dus het is gewoon voor de temperaturen dat het nou in één keer zo explosief gaat. Ja, dan komen ook de bloemen natuurlijk. Als ik hier in de tunnelkast kom, nou, dan kun je echt wel zien dat het flink ontploft is. Want het staat helemaal vol. Ik ga hier ook bezig, denk volgende week, om het bladeren eruit te halen. Want anders zit er veel te veel blad aan en dan krijg je allemaal meeldauw erin. Maar ik heb nog geen sporen gezien van de spint. Dus de neemolie, dat lijkt te werken. En de tomaten zijn ook al lekker aan het groeien. En worden al behoorlijk. Ik heb geen idee hoe groot deze worden. En ik zag hier ook al wat aan. En er hangen ook al groene pepertjes aan de plant. Dus dat is eventjes afwachten dat die rood gaan worden. En dan kan ik deze ook al gaan plukken. En ik kwam wel dit tegen op het blad van de komkommer. En ik zie dat hij hier ook al een beetje begint. En ik kon eigenlijk niet echt iets erop vinden, behalve dan wat bladluis. Maar ja, als er mensen zijn die dit herkennen, het lijkt me geen spint. Dat ziet er dan, ja, dan had het al erger moeten zijn. Het zit ook net zo aan de onderkant van het blad, het zit er eigenlijk gewoon doorheen. Dus mocht je denken, nou, de Ronald, dat is dit of dit, dan kan ik er in ieder geval wat aan doen. Laat het dan eventjes hieronder weten. De bonenplantjes, na 2 weken staan ze klaar om eigenlijk op de plek van de aardappelen te komen straks. En dat is wat er deze week dan allemaal veranderd is op de tuin. En ja, dat gaat met dit weer nog steeds super, super snel. Het is ook echt nog een hele goede groeimaand. Ja, het weer zit niet mee, dus vandaag gaan we lekker eventjes binnen in de kast bezig. En ik heb wat meegenomen. Want ik wou vandaag bezig gaan om de sedums te gaan stekken. En ik heb dit meegenomen. Heb ik met een soldeerbout heb ik een fles de bodem eraf gesneden. En allemaal gaatjes in gemaakt. En daar wou ik eigenlijk dit van gaan maken. En dit kun je dan ophangen. En dat is dan tegen die muggen, neefjes, van die dingen die je helemaal lek steken als je lekker s'avonds in de tuin zit. Daar is het tegen. Dit is allemaal munt.
En ja, dit gaat dan allemaal hangen. Een munt is heel makkelijk te stekken. En daarom ben je eigenlijk maar een heel klein beetje nodig. En het is toch nat. En ik zag ook bij iedereen vragen wat je moet doen met de munt als die eigenlijk helemaal niet meer mooi is en hij is afgeregeld. Dan kun je hem gewoon afknippen. En dan kun je dus deze dingen ermee doen. Ik ga het stap voor stap met je maken. En dan, wie weet, heb je dan ook straks zo'n leuke hanger. Dit gaat helemaal vol groeien en dan wordt echt gewoon een dikke bos waar je dan op kan hangen. Geurt heerlijk en blijven de ongedierte eigenlijk weg. Misschien is het zelfs nog wel wat om in de kast te hangen tegen ongedierte. Kunnen we gaan proberen. Maar ik zal eerst eventjes laten zien hoe ik dat precies ga doen. En mocht je nou denken, ik wil eigenlijk alleen de sedumstekker zien, klik dan eventjes hieronder, want dan kun je daar in de beschrijving precies vinden waar je dan moet zijn. Kun je daarop klikken en dan kun je doorklikken. Ik heb van een fles de bodem afgesneden en ik heb in een soldeerbout allemaal kleine gaatjes erin gemaakt. Het dopje laat ik erop zitten en dan kun je hem van de bovenkant kun je hem water geven straks. Nou, wat dan de bedoeling is dat als je munt hebt, dat is meestal niet meer zo mooi naar de regen. Maar als je goed kijkt zie je dat er bij elk blaadje eigenlijk weer een nieuw stukje uitkomt. En ja, het gaat heel makkelijk wortels schieten. Wat je eigenlijk doet, is elke keer boven waar de scheuten uitkomen, dat stukje knip je eraf. En dan hou je hier een lang steeltje over met weer twee nieuwe scheuten eraan. Nou, dat knip je ook. En dat is eigenlijk het stekje wat we dan gaan gebruiken. Ik ga allemaal eerst eens van deze stukjes knippen en dan ben ik klaar voor de volgende stap. Ik heb hier een heleboel van deze stekjes en ik vind het makkelijk om te werken om hem even in een klein potje te zetten, zodat hij een beetje makkelijker blijft staan. Ik doe er een beetje zand in, of aarde, het is maar net waar je vandaan komt. En ik druk het wel even een beetje aan, zodat het er goed stevig in zit, anders dan krijg je dat het er straks de stekjes er allemaal te los in zitten. Dan pak je één zo'n stukje en eventueel kun je deze blaadjes eraf halen. Ik laat ze er nu wel steeds een beetje aan zitten, omdat het is eigenlijk niet zo heel erg warm. Dus dan wil het wel. Je moet er wel rekening mee houden dat een blad wel veel verdampt. En als het heel warm is, dan kun je ze er beter afhalen. Ik ga het voor de rest niet doen. Maar dan is het dus de bedoeling dat jij dit stukje hier gewoon insteekt. En zo ga je dan de hele pot ga je dan rond. En elke keer maak je weer een beetje meer zand erin. Potgrond en munt, het maakt echt heel snel wortel. Dus er zit in no time zit hier een wortelgestel aan. Waardoor je dan later een hele mooie volle bos krijgt met munt. En dan kun je hem zo ophangen. Als je dan weer een stukje verder komt, doe je er even een beetje aarde weer binnen. Een beetje aandrukken. En zo maak je hem helemaal vol. En dan net die twee zijscheutjes laat je buiten de pot zitten, zodat dat verder kan gaan groeien. Hij is helemaal vol en dan hou je nog wel een paar van deze over die, waar je van afvraagt, gaan ze het nog doen of niet? En die steek ik dan gewoon hierboven in, zodat daar ook nog een paar plantjes uit gaan groeien. Want of je het nu gelooft of niet, ze gaan het wel doen. En ik heb weer één klaar. Nou, het water, dat kan er gewoon boven ingegoten worden. En dan loopt hij wel helemaal vol. Door de gaatjes gaat het natuurlijk ook water allemaal wel eruit. Mocht hij nou heel vol zitten, dan draai je dan gewoon de dop eraf. En dan gaan ze ook niet rotten. En zo hou je hem dan heel lang heel mooi. Bovenin kun je nog eventjes wat gaatjes maken. En dan kun je hem daar leuk aan een hangertje maken. En dan kun je hem gewoon op je balkon hangen of in je tuin. Bij de deur, waar je hem wil. En de geur van de pepermunt, die houden vliegen dus op afstand. Vliegen of neefjes, ik weet niet hoe je ze noemt. Wij noemen ze hier neefjes. En die prikken dan, dat zijn van die, waar je ook van die muggenbulten van krijgt. Ja, dat noem je dan weer geen neefjebulten. Maar het helpt in ieder geval super tegen die prikdingen. En met die warme nachten wat er nu aankomt, dan mag je het wel bij je deur hebben hangen of bij je raam hebben hangen. Zodat je daar niet helemaal lek geprikt wordt s'nachts. Wat ook heel gemakkelijk te stekken is, dat zijn deze. En dit zijn sedums, rotsplantjes. Je ziet ze eigenlijk overal wel in de tuin ergens staan. En komen heel vaak van die kleintjes aan. Ik ga even de camera draaien, want ik moet je er even wat over laten zien. Als je een sedum ziet, dan zie je meestal één grote roset met allemaal van die kleintjes erbij aan. Nou, hier zitten wel een stuk of wat van die kleine bij aan. En dat zijn allemaal stekjes. Maar je kunt ze ook op een andere manier stekken. En dat is eigenlijk door het blad. Dit is eigenlijk genoeg voor één stekje. En dan leek het mij dus wel wat om daar eens heel veel van te gaan kweken.
En dan ga ik ze allemaal in zo'n tray maken. Ik heb hier zand in gedaan, gewoon potgrond. Ik gebruik geen saaie stekgrond. Dat is eigenlijk gewoon hele goedkope grond waar geen mest in zit. En ja, dan kun je net zo goed goede potgrond gebruiken met extra veel humus. Van Florentus heb ik. En daar ben ik altijd heel tevreden over, ook voor zaaien en stekken. Nou heb ik gisteren thuis een heleboel van deze klemmetjes gemaakt. Het is de bedoeling dat je dit blad in contact komt met de aarde. En ik klem ze gewoon op de aarde, zoals dit. En ik maak dan de hele treetjes vol. Dan kan ik van zo'n plantje, nou, waar misschien 20 stekjes aan zitten, kan ik dan wel 100 stekjes maken van één plant. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat, zijn gang gaat. Onderaan het blad, daar komt dan het nieuwe plantje aan. En dat wordt ook gewoon een klein roosje. En omdat je ze dan in zo'n klein potje hebt, gaan die wortelgedrongen groeien. En poot je ze later dan weer over, dan gaan ze in één keer explosief groeien. Dus ik ga deze even helemaal uit elkaar pluizen. En dan ga ik er allemaal kleine stekjes van maken. Dan heb je ook andere soorten. En dat is zoals deze. En hiervan ga je eigenlijk ook maar een heel klein stukje nodig. Dit is eigenlijk al voldoende om weer één zo'n volle plant van te krijgen. En wat je dan eigenlijk doet is dat ook met een klemmetje vastzetten op de aarde. Groeien er allemaal kleine worteltjes aan. En dan heb je ook zo weer een plantje. Poot je het later in een groter potje het najaar. En dan krijg je ook weer zo'n hele mooie grote sedum. En hetzelfde geldt eigenlijk voor deze. Deze die soorten die vallen eigenlijk heel vaak wel al een beetje uit elkaar. Omdat ze wat schimmelig worden. Maar van deze ben je dus eigenlijk ook maar zo'n klein stukje nodig. En ik mag het eigenlijk misschien niet zeggen. Maar bij de tuincentra liggen die dingen altijd op de grond. Dus dan kun je ze daar ook van stekken. Als ik de tray dan helemaal vol heb met alle verschillende soorten die ik ga doen. Dan zet ik hem in een kist met potgrond. De potgrond die houdt het vocht hieronder vast. En dan kunnen ze toch altijd nog een beetje vocht trekken. Ze zijn natuurlijk niet zo heel veel nodig. Elke plant is een beetje water nodig. En zo ook vetplanten. En helemaal als ze dan in zo'n stadium zijn als dit. Ik heb ze eventjes goed nat gemaakt, zodat ze dan niet uitdrogen. En het water gaat hieronder wel zitten, dus dat trekken ze dan ook weer naar boven. Dat kunnen ze eigenlijk ook heel moeilijk uitdrogen. Ik heb ze goed verdeeld. Ik heb hier wat van gedaan, ik heb daar wat van gedaan, deze en van die rode. Dus ik ben heel erg benieuwd hoeveel plantjes ik hier dan straks in totaal van krijg. Ik ga dit gewoon buiten neerzetten. Ja, en dan kan het eigenlijk niet misgaan. Ik ben al eventjes druk aan het appen. Want ik heb een testbox gestuurd naar Janneke van Huisje Weltevree. En ze is net weer begonnen op haar eigen kanaal. Dus als je het leuk vindt, kun je daar ook even een kijkje nemen. Zij vlogt met de gastkinderen en met haar eigen gezin. En ik zag dat die kinderen die waren begonnen met een moestuintje. Dus ik denk van nou, stuur ik ze toch eventjes leuk wat moestuinplantjes op. En ik had nog eventjes wat dingen opgestuurd om voor Janneke een tuin een beetje op te fleuren. Ik zal de link hierboven even plaatsen en als die er al is. En hieronder eventjes plaatsen. Dus vind je het leuk, kun je ook even een kijkje bij haar nemen. En dan kun je zien wat ik haar allemaal heb gestuurd. Ik ga het even overleggen met haar, want ze heeft geen idee hoe ze alles moet poten. Dus krijg ze eventjes coaching van me. Nou, de zonnebril even op tegen de hoofdpijn van de felle zon die nou toch uiteindelijk is gaan schijnen. Maar ik ga wel naar huis. Vond je dit nou een leuke video? Geef deze video even een duimpje omhoog. Klik hierboven om te abonneren. Is helemaal gratis. En het enige wat er dan gebeurt is dat je een berichtje krijgt als ik weer een nieuwe video upload. En je kunt hiernaast kijken voor nog meer leuke video's. En dan zie ik jou weer terug bij een hele nieuwe video. Doeg!